Hoi allemaal, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik weer met Noor. Hi. En we gaan nog weer naar de paarden toe. En we zitten nu in de auto. Ik heb geen maat. Oh ja, en ik vergeet de maat. Daar! Knip dat eruit alsjeblieft. Nee, kijk even. Oh, daar! Oh, wij zijn bij de paardjes met Noor. Hey. En Nervy die staat daar met zijn friends. Ja, maar hij skipt ons. Hij skipt ons een beetje. En hij is helemaal nat en vies volgens mij, daar. Dat denk ik. En ik krijg waarschijnlijk les vandaag, nog niet helemaal zeker. En dan ga ik eens even in de bak, maar die is ook nat. Dus ik ga hem eerst even halen. Nou jongens, hij is heel erg vies. En hij is een beetje nat. Want hij heeft in de regen gestaan. En we moeten hem dus eerst schoonmaken. Want we gaan dus, ik krijg waarschijnlijk les. En dit is ook de schade wat Nervy heeft gedaan. Hij heeft een hele poetskist gemold eigenlijk. Hij is met zijn voet in gaan staan en nu is hij kapot. Het pak is echt een zooi. Yay. Ja. De wei ging toch dicht? Ja.
wat heb jij gedaan? Hij is nog landiger dan wat hij al was. Hij is nog vieser dan wat hij was. Hé, hey, wat heb je daar gedaan? Oh, die modderpootjes. Kijk die dan. Het is een modderpootje. Dat hij een hele mooie sok aan heeft. Ja. Hé, hey, wat heb je gedaan? Oh, nee. Nou jongens, ik ben klaar met rijden en ik heb net wat Vibra in de bak gegooid van de paardjes. En ik ga nu buiten eventjes de wei afsluiten, want het heeft dus heel hard geregend. Super modderig. Ze kunnen niet echt meer de wei op. En dan krijgen ze daar nog even wat hooi onder de overkapping. Dus dan moet ik even wat hooi pakken hier zo. Met de kruiwagen en dan krijgen ze even wat hooi. Nou, de paardjes zijn aan het eten. En ze hebben een klein beetje hooi gehad, dus krijgen niet alles. En Davy is heel vies. Alweer. Kijk jongens, hij is heel vies. Maar in de winter dan krijg ik hem echt niet schoon. Dan ja, is hij gewoon vies. En hier hebben we Sam en Maron. Hey jongens. Nou. Jongens, ik ben alweer thuis. Noor is alweer naar huis. En ik wil hierbij de video ook afsluiten. Ik wil nog wel één ding even vertellen. Ik wil namelijk meedoen aan Vlogmas. En voor de mensen die het niet weten, is dat is eigenlijk dat je vanaf 1 december tot en met kerst gaat vloggen elke dag. Omdat het een soort van kerstedities dan zijn. Alleen, ik wil heel graag dit jaar eraan meedoen. Alleen, ik weet nog niet zo goed of ik dat ga redden. Want ik kan dus niet elke dag een video online zetten. Omdat het gewoon echt te veel werk is. En met school heb ik. En ik ga ook niet elke dag naar Nerf. En als ik ga, dan ga ik ook vaak 's avonds. En dan is het dus donker. En vandaar is er dus afgelopen week ook geen video online gekomen. Omdat ik dus alleen nog maar 's avonds ben geweest. En toen was het gewoon donker. Dus dan kan je niet echt filmen. Dus ja, dat zal misschien wel iets vaker voorkomen. Maar ik hoop natuurlijk dat dat niet het geval gaat zijn. Dus laat zeker weten of jullie nog andere opties hebben. Ik zat eigenlijk misschien aan weekvlogs. Maar ja, of om de zoveel dagen misschien een vlog. Maar als je nog andere leuke suggesties hebben, laat zeker even weten in de reacties. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen, te abonneren hieronder. En tot de volgende keer. Doei doei!